Goedendag allemaal. Ik heet u van harte welkom hier bij Van Roei vanuit de campus in Turnhout. Vandaag heb ik hier bij me op de sofa Ines van Hoof. Ines, welkom. Dank u. Ines is licentiespecialiste bij Van Roei en je komt vandaag met belangrijk nieuws rond de Microsoft-abonnementen. Ik heb wat tips en tricks in verband met de Microsoft 365 Renewals. Renewals hoor ik u zeggen, dat gaat dus om verlengingen. Het is inderdaad zo dat vanaf 1 maart dit jaar er aan de Microsoft-abonnementen toch wel wat wijzigingen zijn geweest. Onder andere de prijsstijgingen en de jaarcontracten die effectieve commitments werden. Dat klopt. Maar in februari 2022 hebben wij voor alle klanten van Van Roei al jaarabonnementen opgestart. En het voordeel daarvan was dat alle klanten gedurende een heel jaar nog de oude prijzen hebben kunnen blijven hanteren. Dat is een mooie geste, zou ik zeggen. En goed aangepakt. Wil dat dan zeggen dat er nu in februari voor de klanten niks verandert? Dat alles hetzelfde blijft? In principe verandert er niet veel. Maar de nieuwe prijzen zullen wel gehanteerd worden. Okay. En als u optimalisaties wil uitvoeren, dan is het eigenlijk nu de moment om actie te nemen. Wil u abonnementen in aantallen minderen of wil u downgraden, dan doet u dat best voor de renewaldatum. Heeft u nog losse abonnementen, is het misschien de moment om te bekijken of u niet kan instappen in een Microsoft 365 bundel. Zo voegt u functionaliteiten toe aan uw abonnementen. Klinkt allemaal zeer interessant, Ines. Wat zijn zo nog belangrijke tips die u kan meegeven aan onze klanten? Ja, februari lijkt eigenlijk heel ver weg. Mm-hmm. Maar het is nu de moment om uw licenties te bekijken. Hebt u nog vragen? Dan kan u contact opnemen met uw accountmanager of met uw service manager. Hou uw budget in de gaten. Want Microsoft zal verlengen aan de nieuwe tarieven. En vanaf 1 januari 2023 zal Microsoft ook de prijzen in dollar afficheren. Wilt u niets wijzigen vanaf 31 januari en we hebben niets van u gehoord, dan verlengen wij gewoon de abonnementen zoals ze zijn. Oké. Dat is zeer interessante info en heel leerrijk om u hier vandaag bij ons te hebben, Ines. Bedankt daarvoor. Dank je. Graag sluit ik nog af met een aantal punten. Was het allemaal te veel info op korte tijd? Geen paniek. Op 8 december organiseert Van Roei in het Experience Center in Geel een Microsoft 365 inspiratiesessie waar Ines u meeneemt in alle ins en outs van de licenties en waarbij we ook stilstaan bij Zero Trust en bij onder andere Power Platform. U kan zich gratis hiervoor inschrijven via de website. En op die website vindt u alle andere info en alle recente info rond de licenties. Komt u daar niet aan uit of vindt u het allemaal, raakt u er niet wegwijs uit, contacteer dan uw accountmanager of neem contact op met Ines via licenties@vanroei.be. Hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid en ik kijk alvast uit naar ons volgende sofa-moment.